Abonneer nu. Alsjeblieft. Ik smeek. Goede content. Enorm goede roleplay. Veel plezier met kijken. Hey! Wim. Ach. Hallo. Wat is er, Wim? Mason bij Sandy Airfield. Mason? Ja, Mason, ja. Oké, okay, moet ik komen? Of? Ja, als je wil. Mason. Mason Hunt. Ja, Mason Hunt. Je kleine nippo, Mason. Ja, kleinzoon. Kleinzoon Mason. Is hij niet like met Edward, dat ik volgens zijn eigen leven aan het einde of zo? Nee, ja, geen idee. Maar we gaan nu even een interactie aan. Dus als je wil komen, dan... Ik kom eraan. Willem is aan de brand. Ja. Oh, kom op. Oh. Mason. Mason. Hij richt op jou, dus niks aan de hand. Maar hij richt maar op Gerard, joh. Niks aan de hand. Hey Mason, Gerard werkt bij de politie, wist je dat? Ja, is dat zo? Mhm. Ik wil heel graag schieten, dat weet je. Pas op! Jij gaat het water. Gaat het, Gerard? Koud bloed. Plak is niet. Oh, sorry! Sorry! Dat was niet mijn bedoeling. Dat was hem recht niet. Willem, wist dat jij een superheld was? Sorry Willem, dat was echt oprecht niet mijn bedoeling. Alle mensen die meekijken met gouden bodycam, dat was niet mijn bedoeling. Gerard trouwens, gaat dat met je? Gerard, oh mijn god, je ziet er gewoon niet goed. Gerard ziet er niet goed uit, jongens. Ja. Hey, we hebben Chefke hier. Chefke, help me even. Maar ik ben uit dienst. Ja, maar je kan toch even kijken wat er met hem aan de hand is. Hoe is hij dood? Ouderdom. Ik moet de scheet laten, Gerard. Ik moet de scheet laten, wacht even. Oh nee, het is diarree. Gerard, oh. Nee, bij mij. We gaan weer verder waar we zijn gebleven. Yes. Ja. Gerard, hand omhoog. Nee! Jij bent politie. Gerard is van de politie, ja. Hij kwam hier om jou aan te houden. Staat die motor... Wim, kijk eens of die motor open staat. Nee! Ja, die staat open. Nee! Oh mijn god, dat meen je! Gerard! Gerard, blijf staan! Blijf staan, Gerard! Gerard, wat doe je? Gerard, wat doe je? Ga liggen, je pijn! Oh. Gerard, ga nou liggen, goed zo. Ja, ik lig. Gerard, gaat het? Gerard! Ze hebben mijn motor ook nog eens gestolen. Oh nee, dat is nog het ergste van allemaal. Ja, maakt niet zo uit. Oké, ik hou mijn hand op de wond, oké? Ik hou mijn hand op de wond. Ja, maar... De politie komt er waarschijnlijk elk moment aan. Gerard, ik probeer hem nog tegen te houden. Ja, lul, je zei dat ik van de politie was. Nee, ik probeer hem tegen te houden. Ik zei, nee, niet Gerard schieten, niet doen. Nee. Nee, alsjeblieft, mij, niet Gerard, nee mij. Dus je gaat eerst zeggen, hij is van de politie en op het moment dat we gaan schieten, zeg je, nou, doe maar niet. Nee, ik zei, neem mij. Ik zei, neem mij in plaats van Gerard. Waarom komen ze nou niet? Je ligt hier dood te bloeden. Ja. Oh. Ik ga zalen, Gerard. Blijf liggen, oké? Ja. Blijf liggen, ik ga zalen. Meneer, kom snel. Gerard ligt dood te bloeden, alsjeblieft. Gerard ligt dood te bloeden, alsjeblieft een beetje haast. Oh. Hij ligt daar dood te bloeden. Waar is de dader dan? Ja, die is al lang weg, joh. Hij heeft mijn motor gestolen. Ze zijn er, Gerard. Hij is in zijn been geschoten. Zijn rechterbeen, boven zijn knie. Dus ik kan je gelijk helpen met je kapsel. Wat is er mis, mijn man? Zeg dat het de reden is om af te scheren of zo. Waarom ik ook altijd? Wat voor motor had je? Een R1 of niet? Ja, een R1. Hey, zakkers. Hey, zakkers, makkers. Ik hoop dat Gerard goede knie hebt geschiet, want dat was waarschijnlijk toch zo'n kunstknie, toch? Ja, volgens mij heeft hij twee kunstknieën. Lul dat je trouwens bent, dat je hem neerschiet. Ja, jij zegt dat politie is niet mijn probleem. Jouw fout. Ja, oké, klopt. Ja. Maar Mason. Ja, dat ben ik. Heel bijzonder weg, jongens. Gerard, dan gaat je hoofd kaal scheren. Ja. Nee! Vertel eens. Ja, ik was hier. Een rare plek om hier te zijn. Ja, ik was hier. En er was nog iemand bij. En hij had een masker op en capuchon over zijn kop. Ik zag alleen zijn ogen, maar ja, ik herkende zijn ogen niet. Nee. En ik maak een grapje dat Gerard van de politie is. Want hij was een beetje een, hoe noem je het? Serieus shady persoon, weet je? Ja. En ik denk, nou, een beetje om de spanning te breken, vertel ik dat als grapje. En toen schoot hij Gerard gewoon pontificaal echt letterlijk in zijn been. En toen reed hij weg. En toen was het een keer even geen grapje meer. Oké. Dat is letterlijk wat er gebeurd is. Maar je hebt geen idee wie dat is? Nee, nou ja, niet echt. Ik heb wel hier eerder Willem gezien vandaag. Dus wie weet Willem meer. Willem. Ja, oh, ik word gebeld nu alsof we het duivel hebben. Willem belt me. Hey, Willem. Hey, Plax. Hey, Wim. Ik,
Ken jij... Hoe is het met Gerry? Ja, ik zei naast de politie en ik heb verteld over een man met een grijze hoodie en een capuchon en een grijze hoodie en een capuchon. Je hebt toch niet... Je hebt toch geen naam gegeven? Ik zei dat je... Nee, want ik wist niet wie het was, maar ik zag jou hier eerder vandaag. Weet jij misschien meer? Nee, Willem heeft geen idee. Nee, maar jij was hier eerder vandaag. Ik dacht toch echt dat ik jou zag met een soort persoon als dat of zo. Ja, dat klopt, maar Willem weet de naam daar niet van. Willem weet Plakkes. De naam er niet van. Nou, dat stuk daar geen aan jouw kant op. Misschien kan je toch meer informatie geven. Jij doet maar, Plakkes. Oké. Ja, tuurlijk regelen we dat, Plakkes. Stop. Waar ben je nu dan? Of kom je hierheen? Ja, ik rij onderweg. Nee. Laat ze Willem maar zoeken. Ik zal het tegen ze vertellen, Wim. Je doet maar, Plakkes. Ja, oké, dan. Oh, wacht. Ja, ik zal het wel vragen. Willem? Ja? Opgang. Ja, kan je niet even zeggen dat het noodzakelijk is voor de operatie aan zijn been dat ze haar af moet geschoren worden, dat die weer kaal is? Ja, dan moet je meer bij Sjefke zijn. Dat is weer... Oké, wacht. Ik ga het vragen. Sjefke, kan ik jullie even 2 seconden spreken? Oké, kan jij tegen Gerard zeggen dat het van noodzakelijk belang is dat je zijn haar eraf moet scheren om zijn kniewond te helpen? Okay. Ja, breng jij het nieuws maar, Sjefke. Ik maak Gerard. Ja. Het kan zijn die mensen bij de operatiekamer, die kunnen soms wat uitschieten met die schaar. Dus het kan heel misschien gebeuren dat je haar eraf gaat. Maar hoezo? Ja, dat weet ik ook niet. Medisch dingetje, Gerard. Marcus, doe dat nou niet. Het is een medisch dingetje. Nee, niks ervan. Kom jij naar het ziekenhuis? Breng maar gelijk naar de vuilstort, joh. Wacht eerst langs de kapper. Nee! Waar rijden jullie heen, joh? Oh, ja, blijkbaar naar het ziekenhuis in de stad. Ja, dat moet ook, alleen waarom rijdt hij zo ver om? Ja, dat is Rick, hè. Nee. Het gaat wel om Gerard's leven, hè? Ja, maar Gerard's leven is niet zo bijzonder, dus... Hou je mond! Hey Willem! Hey! Heb je namen gegeven of zo? Ik zit bij Gerard in de auto en agent hier. We zijn spoed onderweg naar het ziekenhuis. Dus als jij nog sorry wil zeggen tegen Gerard, dan kan je nu naar het ziekenhuis. Ja, maar Willem heeft toch niks gedaan? Als jij nu sorry wil zeggen dat jij Willem Gerard heeft neergeschoten. Wat? Oh, hey Rick. Ja, niks aan het hoor. Maar als jij nu naar het ziekenhuis komt om sorry te zeggen... Nee. Anders ga ik hem aanklagen. What? Anders gaat Gerard je aanklagen. Ja, je doet maar. Moet ik ophangen, Rick? Oké, is goed, ik hang wel op. Ja. Meneer Van Plakkes, wat wilt u mij vertellen? Vertel maar gewoon, Marcus, je bent zwanger. Ja! Hey. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat wordt dit eigenlijk? Ja, ik weet het nog niet. Ben ik nog niet over uit. Daar is hij nog niet over uit. Ben je nog aan het bedenken? Hij is nog aan het bedenken wat hij wil. Ja. Oh ja. En nou, Gerard, wat wil je nog voor laatste dingen doen, nu je nog even leeft? Wil je nog iets leuks? Wat mag ik hebben trouwens? Mag ik je auto's? En je geld? Hou jij eventjes moe. Ik leef. Precies, nog. Dat is het belangrijkste. Nog. Misschien kunnen we nog een haartransplantatie doen, Gerard. Dat je nog een beetje hebt op jou. Een paar plukjes of zo. Ik haat jou. Hey, kijk, je hebt hier een schaar. Nou, zelfs geen missies. Ik had helemaal goed, Gerard. Nee. Gerard, de beste. Yes, doei. Ik zou wel wat leuks op je steen schrijven. Ik leef nog. Daar zijn we ook weer vanaf. Hey, dat is Willem achter ons. Dat is Willem. Oh, Sjefke. Oh, mijn god, Sjefke. Sjefke. Oh, mijn god. Oh. Wat heb je uitgespookt? Niks, ik ben met Gerard naar de spoedeisende hulp geweest. Omdat Gerard dood ging. Ja, heeft Willem toch niet gedaan? Nee. Hé, maar Mason hier, die heeft opa Gart neergeschoten. In zijn been gewoon. Gaan ze nou ook weer weg? Zet je nou te lachen? Veel. Plakkes! Kom hun thuis, Plakkes. Nee. Plakkes, nee! Je hebt Willem, wat doe je nou? Ja, maar... Je bent ik ga altijd dood! Willem, Marcus! Geen het neer niet meer, maar... 21, 16, 1, 17... Mag Gerard mee? Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Oh, dat is naast mijn oude huis, hoor. Ja, waar wij toen een keer gingen snitchen, weet je nog? Oh, ja. Ja. Ik weet waar de drugs ligt. Jongen, jongen! Jezus! Wat doe je? Nee, ik ben hier. Jongens. Wat de fuck? Willem. 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 Dit ging per ongeluk. Wat heb je... Het ging oprecht per ongeluk. Wat ik hier deed. Dit ging oprecht. Ik was echt teleurgesteld. Wat? Dat had ik ook. Maar dan ergens anders. Dat had ik ook. Ja, nou komt hey, hallo. Niet meer nee, dat daarom. Dat zeg ik. Dat ging bij mij ook per ongeluk. Het duimpje kan je me helpen. Kutzooi. Dit is niet de bedoeling. Ik wil hieruit. Hey, ik kan naar buiten. Hey, bij deze ben je buiten gesloten, Gerard. Je bent niet meer bij de club. Dankjewel voor de gezelligheid, Gerard. We zien je de volgende keer. Laten we gelijk even de drugs zien die boven ligt.
en die Uzi's. Ja. Hallo? Gerard! Oké, is er iemand? Wat doe jij nou? Wacht, blijf staan, Jordi. We gaan onze powers combineren. Willem, ja, nee. Laten we het eens over jou hebben. Willem. Wat Wat? Nee! Nee! Ja, lastig. Nee! Nee! Knipperen werkt ook niet meer. Nee, ja, ja, we gaan er wel. Oh, nee, we hebben gedood! Kijk, ik wil niet. Oké, Willem. Ik wil niet veel, maar dit is een goede rode peper. Dit is heel goed. Dit is het voorbeeld. Dit is het goede voorbeeld. Hij is dood! Hij is dood! Oh, Willem. Nou, dit is het einde van Willem. Nooit gedacht dat ik bij Willem zijn dood moest zijn als man met sjaal. Maar ja, nu komt het nieuwe lid wel heel dichtbij. Ja! Gerard, wil jij je opa vervangen? We hebben een nieuwe opa nodig. Oh, hey! Hey, jij ziet er goed uit, man! Man, we hebben hem! Ik ben gestruikeld. Je bent gestruikeld? Ja. Oh nee, is het weer zover? Ja, het is weer zover. Het is weer zover? Ja. Oh, ik zal het even tegen de jongens zeggen. Gerard is gestruikeld. Jongen, bij mijn auto! Daar ligt hij. Ja, hij ligt er. Ik zie Gerard. Ja, ik stond op die auto en ik viel er vanaf en toen...